Beste leerling, welkom bij een nieuwe lesreeks van Elements of AI. Het is de tweede lesreeks, want een nieuw deel is uit. In deel 1 gingen we aan de slag met een introductie in artificiële intelligentie. Als je die nog niet gezien hebt, dan raad ik je aan om eerst deel 1 volledig te doorlopen en dan pas te starten met deel 2. Want in deel 2 gaan we echt aan de slag met AI. In het eerste deel ging het vooral over wat is artificiële intelligentie? Vinden we een definitie? Wat is het misschien het gevaar van filterbubbles? Wat is closest neighbor classification? En gingen we ook aan de slag met enkele vormen van statistiek. Die gaan zeker allemaal van pas komen en die komen zelfs terug in deel 2. Dus het is heel belangrijk dat je eerst deel 1 als achtergrond hebt, voordat we kunnen starten aan deel 2. Deel 2 gooit over een andere boeg. Hier gaan we echt aan de slag met artificiële intelligentie. Beetje bij beetje, want natuurlijk, artificiële intelligentie bepaalt een heel stuk van ons leven. Steeds meer en meer en we zijn er ons niet altijd even goed van bewust. Al van u gaat over zelfrijdende auto's, of wat wij te zien krijgen als wij aan het shoppen gaan, bijvoorbeeld op Amazon of bol.com. Uit die galerij van zoveel items weet de winkel precies perfect wat bij ons past en wat onze interesses zijn. Dat is een beetje raar. Dat gaat ook over sociale media netwerken. Sociale media tonen ons altijd beelden die wij graag zien, waardoor wij zouden blijven terugkomen. Precies zoals wij telkens snoepjes krijgen. Waardoor wij gelukkig zijn en veel meer tijd op die app spenderen, en daar dus ook meer advertenties te zien krijgen. Het is een soort van aandachtsmachine. Krijgen we ook te zien bij YouTube, want YouTube weet wel dat wij graag als volgende video zullen zien en dan graag daarna. Je komt als het ware in een zekere filterbubbel terecht of in een fabeltjesfuik zelfs. Ook Netflix, die zijn thumbnails, zijn die afspeelbare plaatjes als je een serie of film wil kiezen, aanpast aan de hand van jouw voorkeur. Dus de trailer die jij te zien krijgt, is een andere trailer dan dat je buurman of buurvrouw te zien krijgt. En waar wij vroeger via een platendraaier of via een cd-speler nieuwe muziek moesten opzetten, kunnen wij het nu eigenlijk gewoon vragen aan een digitale AI-assistent, die getraind is, AI-gewijs, via machine learning en deep learning op onze stem, om muziek af te spelen. Dus nu hoef ik niet meer mijn platendraaier te gebruiken, nu kan ik eenvoudig weg zijn. Oké, Google, play Never Gonna Give You Up by Rick Astley. Never Gonna Give You Up by Rick Astley. Sure. Playing on Spotify. Voilà, ik heb geen platendraaier moeten aanraken. Hey Google, stop al playback. Ook dit is een vorm van artificiële intelligentie. Wat is de opzet van deel 1 en deel 2 van deze cursus? Is om AI toegankelijk te maken voor steeds meer mensen. AI is geen eigendom van de tech-experten, de data-analysten en de grote bedrijven, want het bepaalt zodanig veel van ons leven, hoe we eten, tv kijken, shoppen, daten. Heel veel van ons leven zit in AI, dat het een gevaar zou zijn mochten we enkel overlaten aan een paar mensen. Het is belangrijk dat veel mensen zich kunnen bezighouden met AI, veel mensen AI begrijpen en kunnen gebruiken bij het oplossen van problemen. Dus Elements of AI, een cursus die jou in staat zal stellen om AI beter te begrijpen en nu ook in deel 2 om dat toe te passen. In deze lesreeks kijken we dus naar deel 2 van deze Elements of AI lesreeks, wat ons gegeven wordt of wat ingericht wordt door de Universiteit van Helsinki. Het eerste deel is ook in het Nederlands beschikbaar ondertussen, het tweede deel nog niet. Ik wil jullie les per les doorheen deze reeks loodsen. We beginnen met een kleine introductie en vanaf de tweede les gaan we echt aan de slag met oefeningen. Opgelet, om aan deze lessen goed te kunnen deelnemen, moet je dus deel 1 gezien hebben. En ik raad je zeker ook aan, vooral voor oefeningen die een hogere moeilijkheidsgraad hebben, om ook je cursus Python opnieuw op te frissen. Die zal heel hard van pas komen. Alright, let's get to it. We gaan eraan beginnen met Elements of AI. Je slaagt voor deze cursus als je 100% van de cursus oefeningen aflegt en voor 50% plus 1 geslaagd bent. Probeer je de oefeningen te maken met Python en slaag je voor deze, kan je zelf kans maken op meer reward. Dat wil dus zeggen dat je kan slagen met groot met onderscheiding of met grote onderscheiding. Maar daarvoor moet je dus wel de moeilijke oefeningen maken. Maar daarover straks meer. Oké, ik ga een combinatie maken van zowel camerabeeld als PowerPoint en dit doorheen de volledige lessen. Ik zal voldoende proberen wisselen tussen de beide, dat je een beetje de context krijgt. Dit is het overzicht van de volledige lesreeks. Er zijn een vijftal grote hoofdstukken en binnen elk hoofdstuk zijn er 3 deelelementen. We zullen starten met chapter 1, Getting Started with AI, Why AI Matters. De volgende, we gaan per stukje per onderdeeltje zal er een video zijn. Dat maakt in totaal een reeks van ongeveer een 13 à 15 video's in totaal. Waarvan de eerste behoorlijk kort zal zijn. Aan de hand van de bolletjes op het scherm en op de dia kan je afleiden hoeveel oefeningen er zijn per hoofdstuk. En die oefeningen
Multiple choice zullen relatief eenvoudig zijn. De Python-oefeningen zullen wat moeilijker zijn. Hoofdstuk 1, let's get started. Eerste stukje gaan we het hebben over het belang van artificiële intelligentie en dus ook het belang van deze cursus. Het is een online AI, zie je terug bijvoorbeeld bij online zoekopdrachten. Als je zoekt op Google of op een andere zoekmachine, daarachter zit eigenlijk een volledig algoritme welke bepaalt welke zoekopdracht je het eerst krijgt. Vroeger was het relatief eenvoudig, had je een website waar veel andere websites naartoe linken, veel andere websites die zeggen van dat is een goede site, dat is een goede bronvermelding, dan stond je hoog in de ranking. Nu doen er veel meer factoren aan te pas, zijn veel meer factoren belangrijk en wordt het ook soms moeilijk om te weten hoe een bepaalde zoekopdracht bovenaan komt. Is het aan de hand van je eerdere interesse, cookies, je locatie, je profiel als gebruiker, misschien aan de hand van advertenties. Soms plaatst Google zelf eigen producten of eigen materiaal net iets hoger. Amazon wordt ook soms verdacht van is in store om dat te doen. Dus een goede zoekmachine, of de reden waarom wij Google zo'n goede zoekmachine vinden, is omdat het algoritme en de AI die erachter zit, steeds bijleert, steeds beter wordt en nog steeds de beste zoekresultaten geeft. Maar we weten eigenlijk niet goed hoe dat algoritme eigenlijk in zijn werk gaat. We weten al enkel dat het blijkbaar goed werk aflevert. Ook bij fotobewerking komt dat aan de pas. Er zijn al bepaalde apps die bijvoorbeeld bekeken hebben naar schilderijen van Van Gogh, en die stijl hebben kunnen overnemen, of die stijl hebben kunnen begrijpen, en die kan je die stijl toepassen op je eigen foto's. Dus bepaalde fotobewerkingsapps, zoals Prisma, maken gebruik van learning modellen om je foto's aan te passen. Ook daar komt AI bij te kijken. Een foto nemen met onze smartphone. Wat is nu eigenlijk een foto? Als je een recente smartphone hebt, of voor de recentste, de duurste iPhones, die maken eigenlijk niet één foto, die maken een reeks van beelden, waarbij dat ze dan bijvoorbeeld het contrast op bepaalde niveaus, contrast in de lucht, anders gaan behandelen dan contrast in het haar, om zo een compositie te maken, en dan krijg je een foto. Maar als gebruiker druk je op een knop, en je krijgt een plaatje te zien. Maar achter de schermen is een processor, en heel vaak een image processor of een neural core, heel intensief bezig om je de beste plaatjes af te leveren. Bijvoorbeeld bij de pixellijn van Google, de camera is zodanig getraind op de afbeelding die Google heeft, en Google heeft een hele hoop afbeelding, om de beste resultaten te leveren. Ook bij NightSight, waar je de makkelijk foto's kan maken in donker. Vroegere camera's moest je daarvoor je sluitertijd langer open laten staan, en dan moest je zorgen dat er geen overbelichte ramen waren. De huidige smartphones zijn zodanig slim, of de AI tenminste zodanig slim, dat hij bepaalde stukken anders kan belichten. Dus zelf een foto nemen, daar komt de AI bij te kijken. Siri, Alexa, de Google Assistant, die persoonlijke assistenten die je kan aanspreken, die constant eigenlijk aan het luisteren zijn naar een keyword, worden ook eigenlijk aangestuurd door AI. Zowel de zoekopdrachten waar dan zij, of de kennisdatabank waaruit zij kunnen puren, als de manier hoe dat zij steeds beter en beter onze stem kunnen herkennen. Tegenwoordig bestaan er ook al, of proberen ze toch, om de stem van verschillende gezinsleden van elkaar te onderscheiden. Als jij iets vraagt aan de assistent, geeft de zoekresultaten die speciaal gekozen zijn om te passen bij jouw profiel, vraagt je zus of broer of iemand van je ouders iets, zal het meer passen hun profiel. Het is zelf tegenwoordig mogelijk om bijvoorbeeld met Google Assistant via de Duplex applicatie, via de Duplex software binnen die assistent, dat die bepaalde telefoongesprekken voor jou voert. Heb je een wachtlijn, dan zegt de Duplex assistent, weet je wat, zal ik de wachtlijn overnemen, kan jij ondertussen iets anders doen, ik zal u terug opbellen als de wachtlijn gedaan is. Dus gewoon een menselijk sprekende assistent aan de telefoonlijn die de wachtlijn overneemt. GPS, wat is de kortste route, meest ecologische route, de snelste route? GPS-systemen, ook bijvoorbeeld die van Google Maps of Waze, maken gebruik van AI en leren dus ook bij. In het eerste stuk hebben we gezien dat AI een stukje was van computer science, maar dat we in AI ook werken met machine learning en deep learning, die leermodellen die erachter zitten, die er eigenlijk voor zorgen dat die AI steeds slimmer en slimmer wordt, of beter en beter wordt, is ook van toepassing op GPS-systemen, die bijvoorbeeld bijleren van wegenwerken of bepaalde congestie, filevorming op een bepaald traject. Dit zijn eigenlijk meestal voorbeelden van een narrow AI. Ook in het eerste deel hebben we gezien dat er iets bestaat als een narrow AI en een general AI. Een general AI is wat we zien bijvoorbeeld in science fiction films. Van een superslimme robot die conversaties kan voeren, die plots kan rondlopen, die kan vechten. Het lijkt een beetje een mens. Een general AI is op alle vlakken gewoon bruikbaar en goed. Een narrow AI, no, is gespecialiseerd op één bepaald gebied. Foto nemen. Je moet aan die foto AI van Google niet vragen om een telefoongesprek over te nemen. Daarvoor is hij niet getraind.
Narrow AI is getraind om één bepaalde taak heel goed te kunnen uitvoeren. Nogmaals, een bijvoorbeeld van F-stoppers is een bepaalde site over fotobewerking. Is AI the future of editing images? AI powers de Pixel 4, Pixel 4a en de 5 is er recentelijk uit. Er zijn ook toestellen die gebruik maken van eigenlijk oudere camera hardware die al in de Pixel 2 of 3 zat, die het nog steeds gebruiken. Je zou het moeten voorstellen dat een iPhone 3, 4 jaar lang dezelfde cameramodule gebruikt. Maar eigenlijk updaten ze telkens de software en de AI erachter om steeds betere foto's te nemen. Ook de zoekmachines die hieronder afgebeeld zijn, zijn een voorbeeld daarvan. Wat is het doel van deze cursus? Het doel van deze cursus is om AI rondom ons te herkennen en beter te kunnen begrijpen. Want, zoals al meermaals gezegd, AI is overal rondom ons en zal steeds een belangrijke plaats in ons leven innemen. We gaan AI proberen begrijpbaar maken, ook voor mensen die eigenlijk geen technische achtergrond hebben. Je hoeft geen jaren cursus Python, JavaScript of andere computertalen gestudeerd te hebben om te weten hoe het werkt. We moeten AI ook een beetje kunnen gebruiken, bijvoorbeeld als je zelf problemen oplost, of kunnen weten waar je een kant-en-klare AI-toepassing zelf zou kunnen toepassen. Om ervoor te zorgen, en dat is eigenlijk de context van heel deze Elements of AI-cursus, dat AI niet enkel voor de tech-experts is. Dat niet enkel een select groepje bijvoorbeeld in Silicon Valley is, die bepaalt hoe een algoritme werkt, en ja, kijk, wij ondergaan het maar. Want algoritmes worden gebruikt voor zoekopdrachten, social media feeds, wat mensen te zien krijgen op Facebook, Twitter en Instagram, wordt ook bepaald door een algoritme, en wij weten niet altijd hoe de algoritme zijn werk gaat. Als jij op YouTube een bepaald soort filmpjes aanklikt, zal YouTube, het algoritme erachter, je steeds proberen leiden naar meer en meer van dat soort filmpjes. Kom je per ongeluk in de fabeltjesfuik terecht van filmpjes dat aarde plat is, zal YouTube zeggen, ah, je hebt interesse in van die filmpjes, ik zal jou er meer geven. Terwijl je als mens aanvoelt dat dat misschien niet de beste optie is. Mensen die dan een verkeerde opvatting hebben steeds te bevestigen in zo'n wereldbeeld, dat is misschien niet oké. Want die mensen denken echt dat ze op zoek zijn naar, of dat ze een vorm van onderzoeksjournalistiek doen. Ze zijn aan het grasduinen in YouTube en blijkbaar is daar veel bewijs over te vinden. Maar eigenlijk ben je niet aan het grasduinen of aan het zoeken in heel YouTube. Je bent aan het zoeken in wat YouTube jou voorschotelt. En dat is misschien niet altijd even gezond. AI is eigenlijk een soort van common good. Dat wil zeggen, AI bepaalt zodanig veel van ons leven. Het is eigenlijk een gemeenschappelijk iets. Het is eigenlijk van iedereen. En iedereen zou er moeten kunnen over nadenken, discussiëren en in participeren. Daarom is het ook belangrijk dat iedereen een soort van basisachtergrond heeft in AI. Wat is het? En hoe kan ik er zelf misschien mee aan de slag? Of hoe? Wat is het? Wat zijn de voordelen? Wat zijn de nadelen? Het zijn belangrijke dingen om in de gaten te houden. Eindresultaat, we gaan op het einde van deze cursus, dit is dus deel 2 van de cursus, een concreet probleem kunnen formuleren en ook een oplossing kunnen formuleren waar dat AI misschien van toepassing komt. Dus geen vorm van solutionisme waar we denken van, we hebben AI, we moeten het overal kunnen toepassen. Het is eerder dat wij kunnen zien waar dat AI ons als mensen helpen en ons leven zou kunnen verbeteren. Dat dat niet enkel de opdracht is van een select groepje die daarmee bezig is, maar eigenlijk een gemeenschappelijke opdracht. AI in het dagelijkse leven kom je dus heel vaak tegen. Ik heb het al een paar keer gezegd. Hier nog een aantal voorbeelden om het nog wat te duiden. Netflix, YouTube en andere streamingdiensten maken gebruik van AI. Deze diensten vechten eigenlijk om jouw aandacht. Dus zij willen dat jij heel veel tijd bij hen doorbrengt. Liefst zoveel mogelijk tijd. Hoe kun je ervoor zorgen dat jij blijft? Door ervoor te zorgen dat jij je amuseert en dat je dus content te zien krijgt die jij leuk vindt. Netflix doet dat bijvoorbeeld door de suggesties die je krijgt, want er staan duizenden dingen op Netflix, slechte en ook een paar goeie, om ervoor te zorgen dat jij de meest interessante krijgt. Een mens of een gebruiker twijfelt ongeveer 1,8 seconden of hij wel of niet naar een bepaalde serie kijkt. Netflix weet dat, aan de hand van de data die het verzamelt. De thumbnails of de kaartjes die jij ziet en de trailers die automatisch afspelen, zijn speciaal gemaakt op maat. Dus niemand bij Netflix die daarmee bezighoudt, maar het computersysteem weet wat jij leuk vindt. Jij vindt bijvoorbeeld drama leuk, horror, de donkere scènes. Dan zal hij bij bepaalde series, ook al is het een meer luchtig onderwerp, toch de donkere scènes eruit halen van ja, kijk, er zit hier toch wel een dramastuk in. Of het wordt hier toch wel een beetje spooky. Om jou toch te verleiden om te kijken. Ook wat de volgende series die ze dan aanbevelen of previews die ze laten, zijn gebaseerd op jouw gebruikersprofiel. Jouw gebruikersprofiel, maar ook dat van mensen die op jou lijken.
Want jij bent niet de enige horror- of drama-fan, er zijn er wel nog. En zo proberen zij de beste content te matchen aan jou. YouTube doet hetzelfde. Kijk jij een video uit op YouTube, start de autoplay meestal op en maakt hij de volgende video of zet hij de volgende video al klaar. En dat zal in de lijn liggen van je vorige. Kijk je hiervoor naar een review van bijvoorbeeld de PlayStation 5 of een nieuwe iPhone, zal de volgende video wellicht niet zijn de beste goals van het voorbije voetbal-EK. Dat lijkt niet in de lijn te liggen. YouTube weet dat en YouTube zal jou relevante content voorschotelen, zodat jij er langer blijft. Dus algoritme geeft suggesties. Jij krijgt niet het volledige aanbod te zien, maar een aanbod dat voor jou is voorgeselecteerd. Het is gebaseerd op jouw kijkgedrag en het kijkgedrag van anderen. Dit heet de Closest Neighbor Classification en hebben we reeds gezien in het eerste deel. Closest Neighbor Classification, hoe gaat dit eigenlijk in zijn werk? Closest Neighbor Classification kijkt naar wat is jouw gebruikersprofiel en op wie lijkt je het meest. Ze hebben dus een heel bord met allemaal gebruikers, maar eigenlijk kan je die bepaalde thema's onderverdelen. Als je zou kijken wie kijkt het meer naar actie, kunnen ze bepaalde profielen dichter bij actie plaatsen en ook mensen die actie niet zo leuk vinden ergens anders. Ze proberen jou te matchen eigenlijk aan gelijkaardige gebruikers en zo de content te tonen die jullie het leukst zullen vinden. Dus lijkt jouw kijkgedrag 99% op dat van je broer of je zus, kan dat zijn dat de Closest Neighbor Classification zegt van we zullen die personen dezelfde content aanleveren. Dat is natuurlijk handig, want als je een nieuwe gebruiker krijgt bij Netflix, weten ze natuurlijk niet wat jouw kijkgedrag is. Ze weten dat niet. Ze vragen dat wel. Zeg eens zo'n vijftal of tiental films die jij zeker leuk vindt. Aan de hand daarvan bouwen ze een startprofiel op en dan zijn ze vertrokken. Ze hebben een startprofiel, jouw startprofiel lijkt heel hard op dat profiel dat al meer kijkervaring heeft. En ze gaan je beginnen linken aan je closest neighbor. Kijk, natuurlijk een gevaar voor filterbubbels. Als jij in een buffetrestaurant enkel het eten krijgt dat jij echt heel lekker vindt, maar enkel dat, en je krijgt de andere opties zelfs niet te zien, dan krijg je natuurlijk maar een bepaald palet. Dat kan een gevaar zijn. Je hebt het natuurlijk wel heel leuk. Het is een reden waarom die algoritmes zo goed werken. Dus mensen vinden dat gewoon leuk om interessante content te zien. En niet te veel cognitieve dissonantie te krijgen van alternatieve feiten en meningen en zo. En dat vinden ze minder leuk en worden ze op hun ongemak. Dus die filterbubbels worden doorgaans ervaren als leuk. Maar je kan in die fuik terechtkomen. Zoals ook bijvoorbeeld in een recente aflevering van Arjen Dubach, een Nederlandse komiek en presentator. Eenmaal je begint te gaan in zo'n verhaal, kan je heel snel in een konijnenpijp terechtkomen. Of in een fuik. Je gaat steeds dieper en dieper. En bijvoorbeeld op een bepaalde theorie, de aarde is plat. En je krijgt steeds meer en meer informatie daarover te zien. En je denkt van, amai, het is allemaal zoveel bewijzen die hierover zijn. En je bent aan het onderzoeken en verder. Maar eigenlijk ben je niet aan het onderzoeken. Het algoritme heeft gedetecteerd van, jij vindt die content interessant. We geven jou er meer van. Andere, bijvoorbeeld complottheorieën, genereren heel veel drama. Veel mensen die zich verleid voelen daardoor of geïnteresseerd zijn daardoor, veel mensen die het dan afkeuren. En veel drama, veel kliks, veel interactie, denkt het algoritme, oh, ik ga dat steeds meer en meer mensen aanbevelen. Maar een algoritme dat steeds meer en meer mensen een complottheorie op het bord geeft, dat voel je zelf van aan, dat is misschien niet zo positief. Het algoritme denkt enkel, ik zie meer drama, ik zie meer kijkgedrag, ik zie meer aandacht, ik doe wat waarvoor ik gebouwd ben. En eenmaal je begonnen bent met zo'n filmpjes, of je nu interesse hebt in tennis en steeds meer tennisfilmpjes krijgt, niemand denkt daarvan, dat is misschien slecht. Het is misschien wel interessant dat je iets anders kijkt. Maar eenmaal je bijvoorbeeld een bepaald soort onderwerpen aanraakt, word je heel snel meegetrokken en veranderen ook de suggesties heel snel en krijg je een soort van monopalet of een monoaanbieding in plaats van het volledige spectrum te zien. Dus je hebt een gevaar voor die filterbubbels. Dat is ook een gevaar voor radicalisering. Een heel stuk van radicalisering gebeurt online en de oorzaak daarvan kan te vinden zijn bij die algoritmes. Eenmaal je interesse toont in een bepaalde vorm van video's, bijvoorbeeld radicale video's in zaken ideologie, denkt het algoritme, we geven jou er steeds meer en meer van. Het algoritme denkt niet, je kijkt misschien wat te veel video's, misschien moet je ook eens de andere argumenten daarnaast zeggen. Het algoritme zegt enkel meer. En dat is een gevaar. Hiervoor is een oplossing nodig. Het is ook belangrijk dat we er ons van bewust zijn dat dat bestaat, deze vorm van algoritmes, en dat we er allemaal samen bewust van zijn en over kunnen nadenken. Enkele voorbeelden van AI in het dagelijks leven, in het online shopping. Bijvoorbeeld Amazon heeft een gigantische catalogus van producten, maar toch verwacht Amazon niet dat je door heel die catalogus gaat om jouw smartphone of smartphone powerbank te vinden.
Ik had alle goed houden rekening met een aantal dingen en promoot dus een aantal producten. Zet een aantal producten hoger in de zoekopdracht, een aantal producten lager in de zoekopdracht. Amazon weet aan de hand van dit algoritme verdomd goed welke producten het goed doen en waar het volgende gat in de markt zich dreigt of zich begint te manifesteren. Amazon weet dus eigenlijk ook waar dat ze zelf op moeten inspringen. Zien ze een bepaalde rage bijvoorbeeld in popsockets, in no time zal Amazon zijn eigen product ook in die categorie droppen. En, aangezien dat zij de beheerder zijn van het zoekresultaat, zouden ze misschien wel durven om dat toch net iets hoger te zetten dan de concurrentie. Toch gevaarlijk. AI kan ook gebruikt worden voor iets positiefs, online support. Er bestaan AI-taalpakketten, of neural language processing, die verstaan dus taal, heel vaak nog Engels, maar die trainen dus op teksten online, op Wikipedia en op boeken, en die verstaan taal. Momenteel zie je in heel veel landen, heel veel regio's, dat ondersteuningsdiensten, als je je niet goed voelt, of als je eens met iemand wil babbelen, dat die een enorme toevloed kennen en de wachtrij ontstaat. Je zou een taalmodel kunnen ontwikkelen waar je tegen kan babbelen. Waar je tegen kan spreken en die lijkt toch alsof dat die kan terugspreken met jou. Waar kan nog voor gebruikt worden voor afvalverwerking? Wij sorteren wel duchtig, de een iets meer dan de ander, maar zo proberen wij iets te doen aan ons klimaatprobleem en aan het milieu. Afvalverwerking, jij kan ook gebruiken om je afvalverwerking voor het sorteren. Niet alles is correct gesorteerd. Bouw je een robotmachine met sensoren die perfect aan de band, dus als de vuilniszakken binnenkomen, nog de foute dingen eruit kan sorteren, kan je dus met AI een wezenlijke verbetering veroorzaken voor het milieu. Want die AI-robot herkent dus ook wat wel goed gesorteerd is en vooral wat niet goed gesorteerd is en die er dan van tussen te plukken. Een heel aantal vormen van AI, het is niet allemaal slecht, het is niet allemaal goed. Het is wel zeer belangrijk dat we er met zoveel mogelijk mensen mee bezig zijn. De cursus heeft ook een bepaalde moeilijkheidsgraad. Er zijn in het eerste deel, in de eerste cursus was het vrij simpel. Je kreeg een stuk theorie. Ik legde dat stukje theorie samen met de cursus uit. Daarna begonnen we aan de multiple choice oefeningen. Soms was er een rekenoefening. Nu zijn de oefeningen verdeeld in 3 niveaus. Beginner, waarbij je geen programmeerkennis nodig hebt en de vragen zullen multiple choice zijn. Gevorderd, waarbij je toch een vorm van Python-kennis nodig is om ze te maken. Dat is eigenlijk dat je code moet schrijven of code die je krijgt moet aanpassen om het juiste resultaat te bekomen. En advanced, waarbij je eigenlijk al heel veel basis moet hebben in Python. Maar deze zal ik niet uitleggen in deze cursus. In deze cursus behoud ik me aan de beginner oefeningen, de multiple choice oefeningen dus, en de intermediate oefeningen. AI bouwen vergt veel stappen, we gaan ze niet allemaal kunnen nemen tijdens deze cursus, maar toch een heel aantal. Hoofdstuk 1 en 4 kan je perfect afwerken in de browser, dus we zeggen in je Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, liefst niet Internet Explorer, Edge liever, op basis van Chromium, of in Safari. Hoofdstuk 5, dat is een optioneel hoofdstuk, maar dan kan je zelf de handen uit de mouwen steken om jouw AI-oplossing te bouwen. Daar is dus de bedoeling dat we zelf een eerste aanzet geven. Je kan er zo ver in gaan als dat je zelf wil. Het kan ook zijn dat je gewoon een pitch doet van jouw AI-oplossing. Het kan zijn dat je effectief één bouwt. We gaan het beperkt houden hier, maar zeker bij de eer. We gaan toch een poging doen. Hoe slaag je voor dit stuk? Net als in het eerste deel. Goed, je moet 51% halen op de volledige cursus. En je moet 19 oefeningen van de cursus gemaakt hebben. Je krijgt een bonus bij hogere moeilijkheidsgraad. De beginneroefeningen of de multiple choice oefening kan je maar eenmaal indienen. Dus pas op met gokken. Gok je verkeerd, krijg je geen nieuwe kans. De Python-oefeningen kan je altijd eerst testen, dan runnen, dan pas indienen. Dus dat wil niet zeggen dat ze van de eerste keer goed moeten zijn. Ik kan ook niet van de eerste maal perfect programmeren. Dat lukt mij gewoon niet. Ik heb zelf ook een debuggingfase nodig, waarbij ik kijk naar de code test, fouten eruit haal. Dat is perfect normaal. Maar bij de beginneroefening, de multiple choice oefening, ik zal er vaak genoeg bij stilstaan als we ze samen bekijken, bedenken, redeneren en invullen. Hou er rekening mee, eenmaal ingediend, is klaar. Code kunnen we altijd testen. Opgelet, aangezien dat zowel de oefening van beginner en in de gevorderde Python oefeningen in deze cursus behandelen, zullen ook de oplossingen op het scherm komen. Het is je eigen voordeel om niet zomaar naar die oplossingen te kijken, maar zelf ook na te denken en mee na te denken met deze cursus. Kijk je enkel naar de antwoorden en vul je enkel de antwoorden in, dat kan best, maar dan bedrieg je enkel jezelf. Op het einde van deze cursus krijg je ook een ECTS-fiche, dat wil zeggen studiepunten eigenlijk, die je kan verzilveren, of tenminste die je kan toevoegen aan je curriculum vitae, om te zeggen van kijk, ik kan dit.
Blijkt later, als je een job aanvaardt, dat je dat eigenlijk niet kan. Dat bedrieg je enkel jezelf en je werkgever. En dat is natuurlijk niet goed. Hou het eerlijk, vooral voor jezelf dus. En probeer mee te denken met de oefeningen. Het is in je eigen belang. Voilà. Bij deze wens ik jullie heel veel succes bij deze cursus. Dit was het eerste deeltje, een kleine introductie. Nogmaals, voor de volgende lessen gaan we aan de slag met oefeningen. Ik raad je aan om zeker lesreeks 1 van Elements of AI en de cursus van Python opnieuw te bekijken. Ze zullen heel hard van pas komen. Tot de volgende!